Waarom hebben we SATP nodig? Gaat dat dan doen? Waarom kan niet nu het internet gewoon gebruikt worden? Want dat is natuurlijk wat heel veel mensen nog steeds denken en voelen. Hè? En ik denk ook niet terecht. Want voor de eindgebruiker, hè, jij en ik, werkt het internet quote-unquote prima. Ook nu, hè, met, laten we het even ook tussen aanhalingstekens Web 3 noemen. Met onze welbekende MetaMask en weet ik het allemaal. Dat gaat toch ook? Dan kan ik toch ook mijn NFT'tje sturen. En als mijn NFT'tje naar jou kan, dan kan de bank dat toch ook doen? En de overheid en defensie. Ja, uiteraard kan dat. Maar je zit jezelf natuurlijk in een bepaalde silo te plaatsen. Hè? Dus bijvoorbeeld NFT's te noemen. Hè? Ik heb vroeger ook wel eens wat in gedaan. Dan kun je alleen maar NFT's uitwisselen die op een Solana-chain of zo ontwikkeld zijn. Als ik een NFT wil uitwisselen met iemand die dat niet heeft, dan moet ik tegen diegene zeggen, nou moet je eerst een wallet aanmaken, dan moet je die wallet op een bepaalde blockchain ondersteunen en dan kan ik jou die NFT sturen, zeg maar. Dat is het idee. Als je het interoperabel maakt, dan heb je dat allemaal niet nodig en kun je de waarde van die NFT of van het digitale asset, wat dat dan ook zijn mogen, kun je zonder dat de andere kant iets moet aanpassen, iets moet installeren, iets moet downloaden of iets moet gaan doen wat... Hoe groter de schaal, hè, en waar Overledger in beweegt, is natuurlijk een schaal op basis van centrale banken, zodanig moeten investeren dat het voor hun niet interessant wordt om die operabiliteit te zoeken, zeg maar. Dat is natuurlijk het idee een beetje. Kijk, vroeger, hè, mijn achtergrond is netwerk engineering, en vroeger had je natuurlijk ook verschillende netwerken. Je had de tokenring, en je had x25, en je had ook wel IP en zo. Ja, die konden niet informatie met elkaar uitwisselen. Als jij een e-mailtje stuurde vanaf jouw tokenring-netwerk, kon dat niet op een IP-netwerk terechtkomen. Dus uiteindelijk heeft men gezegd van nou, we willen één standaard ontwikkelen. Dat is IP uiteindelijk geworden. Hè? Dus er kon een soort strijd gaan van nou, wie is dan de winnaar van dat verhaal. Maar die heeft er wel voor gezorgd dat we op eenzelfde generieke manier, zeg maar, informatie met elkaar kunnen uitwisselen. En dat wil men nu eigenlijk ook voor die digitale assets gaan bereiken. Dat als jij twee blockchains hebt, de ene staat jouw rekeningnummer in op een bepaalde database en de andere staat een ander rekeningnummer in, dat je dat dus zo frictieloos met elkaar kan uitwisselen, zonder dat je daarbij allerlei tussensystemen nodig hebt om dat te doen, met alle vertalingen die daarvoor nodig zijn en dat soort zaken. Dus standaardisatie zorgt er gewoon voor dat je frictie wegneemt. En daarmee zorg je ervoor dat het interessant wordt voor partijen om daarbij aan te sluiten en die standaarden te ondersteunen. En uiteindelijk, hè, en dat is natuurlijk meer het technische verhaal, maar het business verhaal is dat je geld en waarde veel sneller, zeg maar, over de wereld kan sturen. Ja, en veiliger, hè? Ook, en veiliger, ja, uiteindelijk ook veiliger inderdaad. Dat is natuurlijk ook nu wat het probleem is. Ja. Iedereen kan zo jouw systeem op een of andere manier compromitteren en daartussen gaan zitten. Ja. Nou, er zijn allerlei voordelen aan die manier om dat te doen. En wat ik zeg, ik denk in Nederland hebben we natuurlijk het voordeel met instant payment systemen en zo, dat we redelijk snel waarde heen en weer kunnen schuiven. Dus het vaak natuurlijk wel, er zitten soms wel dingen, maar dan gaat het meer over de hoeveelheid waarde dan over de actie op zich. Hè. Technisch kan het allemaal. Maar als ik geld wil overmaken naar Amerika, ja, dan duurt dat dagen of soms wel weken. Hè, dus... Het is sneller en goedkoper om $100.000... per vliegtuig in de koffer naar de Verenigde Staten te brengen, dan het over te maken via een wire of een Swift transfer. Ja, precies. Ja. Dus nou ja, als je nog een keer een reden nodig hebt waarom standaardisatie belangrijk is, dat er misschien wel één. Ja, Bas, voor een volgende boot. Ja, sorry hoor, maar is dat echt zo? Of is dat gewoon een leuk om te zeggen? Wat? Nou, is dat ook echt waar, zeg maar, wat je zegt? Dat geld? Is het echt sneller en goedkoper? Ja, want als jij een significant bedrag overmaakt, dat is het hele probleem natuurlijk nu. Dan wordt dat naar een clearinghouse gestuurd, of het wordt gestuurd naar een bank. En dan moeten er 6 mensen hier een handtekening zetten, 6 mensen daar een handtekening. En de fees die je betaalt voor het overschrijven van significante bedragen, dan praat je over 5%, 10%, dat kan zomaar meer zijn. Er zijn heel veel levende voorbeelden van mensen als wij, die dan vanuit Zuid-Amerika, Mexico, geld overmaken naar de Verenigde Staten. En als zij $100 overmaken, en dit is natuurlijk allemaal anekdotisch, hè? Ik heb er wel dan tweets en dergelijke van gezien, maar natuurlijk niet de afschriften. Maar dan praat je over $25 tot $50 aan fees, wat je afdraagt. En kijk, wij in Nederland, hè, zoals Niels terecht zegt, zijn echt blessed, for lack of a better word, met het welbekende iDeal. En als ik hier nu met mijn IRA-appje wat overmaak naar jullie, dan heb je dit instant, hè, direct. Maar wat wij daarbij vergeten is dat dat binnen ons netwerk is, binnen onze banken. En Gil heeft daar wat over gezegd. We hebben het op een show gedeeld, een paar weken geleden, een paar maanden geleden. Dan is dat geld niet van rechts naar links verplaatst. Hè? Dan zijn de getalletjes veranderd in onze rekeningen, omdat er gewoon heel veel vertrouwen is binnen onze, laten we zeggen, de Benelux-economie. Een hele hoop vertrouwen. Nou, in Europa wordt dat beter ook, hè, met instant SEPA. Maar op het moment dat van A naar B gaat, dan is niet geld van A naar B gegaan. Er is alleen maar een balansverandering gemaakt, gewoon een cijfertje. Als jij betaalt bij een winkel, dan is er geen euro verplaatst. Niets. Dat wordt pas op een later moment gedaan. En in die tussentijd staat al dat geld of op jouw rekening of op een andere rekening. Maar dat wordt ergens gepot voordat het allemaal gesetteld wordt. Hè? Dat is het RTGS gebeuren, real-time gross settlement. En daar verliezen we heel veel waarde. Daar bloeden wij als economie letterlijk geld. Want al het geld wat stilstaat kost heel veel geld. Want het geld wat stilstaat wordt niet geïnvesteerd, wordt geen rente opgevangen. Of degene die er tussenin zit, die ontvangt daar rente over. En zolang geld ergens in een escrow zit, om maar zo te zeggen, dan hebben allebei de partijen daar eigenlijk last van. Hè? Want dat geld is onderweg, geld is in het systeem. En de velocity of money is dan natuurlijk super laag. En met een asset als euro's of fiat wil je dat die velocity of money juist hoog is. Ja, met aandelen wil je dus liever dat dat dus niet zo is. Hè? Daarom gaat XTB dus bijvoorbeeld ook niet werken. Terwijl Quant dat dus weer wel gaat hebben. Dat is weer een sidestepje. Maar ja, er wordt dus geen geld over en weer geschoven. Heel vlot. En dat kost gewoon verschrikkelijk veel tijd over verschrikkelijk veel grenzen. En zeker als bedragen groter worden, dan krijg je ook weer te maken met AML, anti-money laundering, en een hele lading met andere procedures. Dus dat gaat nooit binnen 24 uur gebeuren. Sterker nog, als jij nu zegt, ik wil 100.000 van mijn eigen bank hebben, dan kan dat ook niet. Ik geloof dat je max 50.000 kan doen via internetbankieren. Maar als je meer wil, dan moet je een aanvraag doen. Of je moet het over meerdere dagen uit gaan smeren. En dat klinkt als verschrikkelijk veel geld. Maar ja, voor heel veel mensen, bedrijven, is €100.000 is een volgesnoten zakdoek eigenlijk. En dat betekent dus ook, met wat ik net vertel, als ik dus zaken doe met een bedrijf in Duitsland, weet ik wel. Ik haalde wel eens vapekeer of andere dingen uit Duitsland. En dat geld moet van hier naar daar toe. Dan duurt dat toch wel even voordat het van een Hollandse bank naar een Duitse bank is. Ik neem dit even aan. Hè. Misschien is het lijntje allemaal wel korter. Maar dat is allemaal niet zo instant als dat wij denken. Want dat geld moet wel over grenzen heen. En daar moeten checks en dergelijke voor gedaan worden. Maar dat geld poelt allemaal. En op z'n Hollands, hè, POL. Dus die pool wordt steeds groter. Die zak geld wordt steeds groter. En uiteindelijk drukken ze op de knop en doen ze 1 keer een transactie, waar ze die hele batch met meuk versturen. Zover als dat ik het begrijp. Dus ja, heel lang antwoord op je vraag. Maar geld sturen duurt lang. Geld sturen kost veel geld. Geld sturen kost veel tijd. Nu. Ja. Ja, en op de schaal denk ik waar Quant en Overledger opereert natuurlijk, zullen dat soort beperkingen nog veel groter zijn, denk ik. Of misschien zijn ze wel minder groot, omdat die andere regels, andere afspraken met elkaar hebben. Hè? Dus misschien dat verhaal wat dat betreft wel genuanceerd is. Maar Kijk, de essentie is dat de mate van standaardisatie zorgt er gewoon voor dat je allemaal op dezelfde manier met elkaar kan communiceren. En dat je al die verschillende systemen niet meer nodig hebt. En dat uiteindelijk, zeg maar, met name denk ik de dynamiek van je economie, zeg maar, van het betalingsverkeer op wholesale niveau, hè, dus op centrale bankniveau, kan versnellen. En dat is voor mij ook wel een argument wat Gilbert ook al meerdere malen gebruikt. Hè? Die zei van, nou, de financiële crisis van 2008 was misschien niet voorgekomen als we een systeem als Overledger hadden. Nu ken ik niet alle nuances daarvan, hè? Want dat is natuurlijk veel groter dan sneller betalingsverkeer. Want dat had ook te maken met het soort producten wat men... kijk, de Big Short, hè? Dat is dan ook even die Jip en Janneke film voor dit soort processen. Maar het idee is wel dat je veel meer een gestandardiseerd playing field hebt, zeg maar, in de wereld, waarover je bepaalde transacties kan doen. En dat is natuurlijk meer de business kant, zou ik maar zeggen. En de technische kant is, wordt gemanifesteerd. Nog heel even een stuk over het praktische, want we hebben het nu natuurlijk voornamelijk gehad over fiat. Ja. Maar digital assets, hè, die noemde ik net even in mijn voorbeeld, de welbekende MetaMasks en weet ik het allemaal. Er vindt ook een revolutie plaats als het gaat om tokenisatie. Het juiste volgende van is. Tokenization van assets. Hè, waardoor dus waarde op een andere manier verzonden kan worden. Dat maakt het pas natuurlijk nog vele malen complexer. Het grote voordeel natuurlijk van die blockchains is dat het vaak veel sneller en veiliger kan. Hè, met smart contracten, nou, dat weten we allemaal. Op zekere hoogte gaan we niet veel dieper in. Maar hoe krijg je fiat, wat daadwerkelijk echt geld is, hè, wat we net beschrijven, wat via RTGS en via het banksysteem moet, hoe krijg je dat via een blockchain systeem van A naar B? Je kan namelijk iets wat op een blockchain is, hè, kan je zo klein zo groot maken, dat kan je op alle manieren coderen, fungible, niet fungible. Als je dat wil gaan verzenden, dan wordt het natuurlijk een nog heel ander verhaal. En waarbij je dus nog meer te maken hebt met die standaarden. En daar heb je dus wel die nieuwe infrastructuur bij nodig. Hè? Dat is natuurlijk wel gebleken met alle scams en alle andere dingen die nu plaatsvinden. Iedereen kan letterlijk binnen no time een clone van een of ander ding maken. Dat wij al nou niet meer weten waar je nou daadwerkelijk mee te maken hebt. Zelfs niet als je er in eerste instantie naar kijkt. Dan moet je echt dingen gaan openen en contracten gaan lezen. Dus ja, ook daarvoor moet natuurlijk gewoon een nieuw systeem komen. Zeker als je dus de USDC's wil gaan gebruiken in plaats van de fiat. Dat is er. Ja, inderdaad. Dat klopt. Ja.